Dag, mijn naam is Aar. Vandaag gaan we stelsel op met de middel van een controle die een sterk stelsel is, de winnende voorhand. Dus x plus r is 6, min 2x min 3 min 3 is 1 en min x min 2 plus 4 is 5. Ja. Dus we gaan bewijzen dat, kijken of het strijdig is. We gaan eerst omzetten in een matig vorm. Hier de x, de y, de z en de constante termen. X heb je 1 min 2 min 1. Voor y heb je 1 min 3 min 2. Voor z heb je 1, 3, 4. En voor constante heb je 6, 1, 5. Zo van controle betekent spelindex. We gaan spelen hier 1. Ja. Om de tweede rij 0 te krijgen, gaan we de tweede rij daar twee keer de eerste rij optellen. R2 plus 2 keer R1. Dan krijg je dus 1, 1, 1, 6. Dan krijg je hier 0. Dat is de bedoeling dat je die onder die 1 en 0 krijgt. Dan min 3 plus 2 wordt min 1. 3 plus 2 wordt 5. En 1 plus 12 wordt 13. Om de derde rij 0 te krijgen, gewoon optellen. De derde eerst optellen, krijg je 0. Krijg je hier min 1, krijg je 5 en krijg je 5 plus 6 is 11. Je merkt steeds dat de tweede rij niet samen kunnen, dat het onbepaald strijdig wordt. We gaan even nog eventjes voor uitwerken voor alle zekerheid. Hier de tweede spelindex, gaan R1 plus R2 doen. Dan krijg je hier 1, 0, 6 en 19. Tweede rij blijft staan 0, min 1, 5, 13. Derde rij krijg je dan, we doen R3 plus R2, en min R2, krijg je 0, 0, 0, 5 min 5 wordt 0, en 11 min 13 wordt min 2. Ja, je merkt, en dan merk je hier, in dit geval hier, dat in de laatste rij heb je 0, 0, 0, min 2. Dat betekent in feite 0 keer x plus 0 keer y plus 0 keer 6 is min 2, of 0, ik raak aan min 2, dat kan niet. Dat betekent, dit is een strijdig stelsel. Als je in de laatste rij krijgt 0, 0, 0 met een getal, heb je een strijdig stelsel. Dat betekent, je v zal de lege verzameling zijn. Dus geen enkele oplossing, geen enkele waarde voldoet aan. Denk voor de aandacht en volgende keer. Bye bye.